Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan een zomerponcho maken van deze grannies. En deze grannies heb ik al in een eerdere film uitgelegd. Dus als je op YouTube kijkt naar Iedereen kan haken, en dan kom je deze tegen. Dit is met het gele middenkantje, roze, wit, blauw. De zomerponcho. Je hebt dus nodig, dat zal ik even gaan uitleggen. Voor de grannies is al uitgelegd. Maar je hebt nodig, want we gaan hem in een punt maken. Dus je hebt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan leg je de grannies zo neer. In een punt. Met 4 aan elkaar. En dan kom je op. En dan beginnen we weer opnieuw te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan heb je dus 12 grannies nodig. En we beginnen de poncho vanuit een punt. Dus de eerste leg je zo neer, omdat deze dus midden voor is. En dan leg je die als een driehoek neer. En dan zet je er nog 3 aan vast. En links zet je er nog 3 aan vast. En nu gaan we deze afmaken, zodat we verder kunnen met de poncho. Ik ga nu uitleggen hoe dat je de grannies aan elkaar haakt. En dan beginnen we daarna met de poncho. Die haken we dus aan deze rand, maar we gaan het stap voor stap doen. We gaan het gewoon rustig aan doen. Nu zal ik nog uitleggen hoe je de grannies aan elkaar haakt. En dan beginnen we met de zomerponcho. We haken de grannies aan elkaar en dan leggen we de goede kanten op elkaar. En je maakt een lus in je draad. En dan hou je ze goed voor je. Met die punten op elkaar. En dan steek je je haaknaald in die grote opening. En dan pak je ook het achterste in de grote opening mee. En je legt ze netjes, zeg maar, dat de steken naar boven wijzen. En dan ga je je draad ophalen. En dan maak je een vaste. Dan pak je van de eerste granny de eerste lus die je ziet van het veetje. Dus je moet echt even goed kijken, van het veetje is de eerste lus. En van deze eerste stokje is het de laatste lus. En dan haal je ze door 3 lussen. Eerste lusje. En van het tweede stokje weer het laatste lusje. En je haalt de naald door 3. Het eerste lusje. Het laatste lusje. En je haalt de haaknaald door 3 lusjes. Eerste lusje, het is altijd even wennen, je haalt je draad op, door 3. Het eerste lusje, het laatste lusje, haaknaald, door 3. Het eerste lusje, het laatste, draad ophalen. Als het te snel gaat, dan zet je gewoon de video even stil, hè? Want dan kan je zelf even goed kijken wat je aan het doen bent. Thank you.
en het laatste lusje. En het eerste lusje weer. En je hebt natuurlijk tijd, hè? Je moet gewoon zoveel mogelijk tot rust komen als je dit aan het doen bent. Zodat het een net resultaat geeft, want je zit er natuurlijk, als je de poncho helemaal klaar hebt. Oh, wacht, nu ga ik te snel. Het laatste, hier ga je insteken in die grote opening. Je haalt je draad op en je haalt nog een keer draad op en dan wordt dit een vaste. En dan ben je al klaar met de granny aan elkaar haken. Dan knip ik de draad af. Maar wat ik aan het zeggen was, je moet gewoon hier een rustig momentje voor vinden. Want wil je dit vlug vlug doen, dan wordt het niet netjes. En als je weer de goede kanten van elkaar afhaalt, dan is dit het resultaat. En het is echt de mooiste methode, vind ik zelf. En als je nu voor kinderen een poncho gaat maken, ja, dan kan je misschien wel met 3 granny's aan één kant. En nu hebben we 4 granny's. En dan uiteindelijk kom je op een vierkant uit. Zo kan je het ook in elkaar leggen. En als je ze allemaal aan elkaar hebt, dan zie ik je zo weer terug. Nu hebben we alle granny's aan elkaar gehaakt en alle draadjes afgewerkt. En dan kom je aan een vierkant. Dus 4 granny's aan elke kant. En dit wordt dus de middenvoorlijn. En we gaan er nu een rand omheen haken. En ik heb gekozen voor de Sissy, want ik heb hem goedkoop aan kunnen komen bij de Zeeman. En hier zit een beetje een glitter pailletje in, maar ja, welke haaknaald hier staat op 3,5, maar ik probeer toch verder te gaan met haaknaald nummer 4. Momenteel weet ik nog niet hoeveel bolletjes erin gaan. Op het eind van de video zal ik proberen te zeggen hoeveel bolletjes je nodig hebt, want het is altijd moeilijk te zeggen. Je weet nooit hoe vast of hoe los iemand haakt, dus dan heb je meer of minder bolletjes nodig. En ja, hier zit maar 50 gram op en 98 meter. En als jij zegt van, nou, ik pak gewoon ander garen, dat kan, dan heb je ook weer minder of meer nodig. Maar goed, ik begin met deze Sissy bolletjes van Zeeman. En je zet nu dus een opzetlus op. Haaknaald er doorheen. En we beginnen aan een zijkant, of in ieder geval in een opening. En dan leg je het zo neer dat je met de goede kant naar je toe. En dan pak je hier gewoon een opening en daar haal je de draad op. En we zetten hem vast met een vaste. En in de volgende steek weer de draad ophalen. En we zetten hem vast met een vaste. En zoals je denk ik al in de gaten hebt, we gaan nu een hele rij om deze rand. Gaan we nu een hele rij vaste maken. En je blijft wel de steken een beetje in de gaten houden. Hier staan er 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 steken op. Dat je ook zorgt dat je 15 vaste hebt. Dus altijd controleren of je een steek op de voorgaande steek hebt gezet. En dan is dit het resultaat.
en insteken, draad ophalen en een vaste, draad ophalen en een vaste, draad ophalen en door 2, insteken, draad ophalen, rechtdoor, omslaan, door 2, insteken, draad ophalen, door 2, en dan zijn we nu bij zo'n hoekje aangekomen en daar gaan we, ja, dat moet ik even kijken hoor, hoeveel dat we er doen. 1, ik zit er 2 in, want anders wordt het te strak. 2 in de opening en dan gaan we naar de volgende opening en dan gaan we er ook 2 vaste inzetten. En dan gaan we weer op elke steek 1 vaste. En hier ben ik bijvoorbeeld precies bij een aan- of een begintoer. Daar probeer je zo netjes mogelijk die vaste in te zetten, zodat je toch een egale rand krijgt. Hij mag niet gaan trekken. Als je gaat trekken, moet je er een steekje bij zetten. Dus je zet gewoon op elke steek een vaste en in de hoeken zet je 2 vaste. En dan gaan we doorhaken. Ja, hier zijn we al bij de hoek. Dus dan gaan we even, kijk, die punten. Hier zet je er 4 neer. Je zet hier 4 vaste neer. Dus je hebt nu in elke opening 2 gezet en hier 2, maar omdat dit wordt de punt, zetten we hier 4 vaste in. Dus we gaan nog even door tot de hoek. En hier zetten we 4 vaste in. 1, 2, 3, 4. Dus op de hoeken 4 en in de openingen 2 en dan weer in elke steek 1 vaste. Als je klaar bent met de rand eromheen, dan zie ik je weer terug. En we zijn aangekomen op het einde van de toer, het einde van het vierkant, en dan heb je, als het goed is, een hele mooie rand om alle granny's gemaakt. Je sluit de toer met een halve vaste. Je pakt nog een keer het kleurtje vanuit de granny, want het is wel mooi als dat terugkomt. En dan pak je het kleurtje vanuit de granny nog een keer op. En dan zetten we weer in elke vaste 1 vaste, en goed even aan het draadje trekken en weer in elke vaste een vaste.
En zo kan je helemaal doorgaan tot de hoek en dan zie ik je daar weer terug. Dan zijn we nu aangekomen op de hoek en daar zitten 1, 2, 3, 4 vaste in de voorgaande toer. En dan zetten we nu nog een vaste erbij, zodat we ook 2 vaste hier op die hoek hebben, maar dan zetten we er 2 losse tussen. En dan gaan we weer in elke vaste een vaste zetten, maar we maken even een opening in de hoek van 2 losse. Dus we zetten 2 vaste, 2 losse, 2 vaste in de hoek en dan hebben we hier de opening van 2 losse. En dan gaan we weer verder. Dan maken we zo de hele toer af en op de hoeken zet je dus 2 vaste, 2 losse, 2 vaste. Dan zie ik je zo weer terug. We zijn op het einde aangekomen. En we sluiten de toer met een halve vaste en dan knip je de draad af. Als het goed is heb je de witte nog laten hangen. En dan heb je dit mooie randje. Zo, ik zal even... Het golft een beetje, maar dat maakt niet uit. Straks gaan we toch aan de poncho beginnen. En we gaan nu, omdat we dit randje klaar hebben, gaan we ook even de binnenrand maken. Dan zet ik even weer de camera neer. Dan pak ik een nieuw bolletje, want de witte van de andere kant laat ik hangen, want dat wordt dadelijk de poncho. En dan gaan we hier een lusje in maken. Even een nieuw lusje maken, want doordat hier een glittertje in zit, is het soms wel eens dat het een beetje splijt, maar op zich vond ik het net het randje nog wel te doen hoor. Maar een beginlusje vindt hij niet zo leuk. Maar goed, ik knip eventjes het draadje iets korter. En dan gaan we weer aan de goede kant en we pakken gewoon een opening, hier zo. En we moeten wel de goede kant hebben, dus ik draai even het werk. En dan pak je grote opening en dan haal je je draad weer op. En dan valt eigenlijk die draad vanzelf naar achteren en dan zet ik hem vast met een vaste. En hier zet ik ook weer 2 vaste in de opening en in de volgende opening ook 2 vaste. En dan weer op elke voorgaande stokje een vaste en zo gaan we door tot de hoek en dan zie ik je op de hoek weer terug. We zijn hier aangekomen op de hoek en we hebben hier nog een vaste gezet, dus we gaan nog hier insteken in deze opening en we pakken de draad weer op in de volgende opening van de andere granny. Dus daar pakken we de draad op, halen we hem door en dan zetten we hem vast met een vaste. En dan gaan we weer door met het volgende stokje. En daar zetten we ook weer een vaste op. Dus op de hoeken gaan we de granny zeg maar weer verbinden met een vaste.
Ik haak even door tot de volgende hoek. En dan help ik je eventjes weer verder met hier op deze hoek. En hier zet je nog elke steek een vaste. Hier twee vaste, hier twee vaste. En op de hoek zie ik je weer terug. We zijn nu op de hoek aangekomen en in de grote opening heb je weer een vaste gezet. En dan ga je nu weer een vaste, de draad ophalen in de grote lus. En dan zet je die ook vast met een vaste. Dan moet ik heel even kijken of ik het goed heb gedaan. Ja, klopt. Je zet hem vast met een vaste. En dan ga je weer in elke steek een vaste doen. Kijk, en hier zie je een afhechtdraadje, maar dan gaan we daar ook wel wegstoppen. Zo maak je de hele toer af en dan zie ik je op het eind weer terug en dan gaan we weer het andere kleurtje aanhechten. We zijn nu op het einde van de toer aan de halskant van de poncho en we sluiten de toer met een halve vaste. En dan pak je toch weer nog een lus van een ander kleurtje. Je mag ook zelf andere kleuren bedenken, maar ik vind het leuk als de kleur van de granny terugkomt. En je haalt hem even door de lus en dan ga je weer op elke steek een vaste zetten, zodat je ja dezelfde toer krijgt als de buitenrand. Alleen is dit nu de halsopening. Knip even de witte draad af. Dan zijn we nu weer op de hoek en omdat dit een binnenhoek is, gaan we deze overslaan, de middelste slaan we over en dan gaan we op de vaste van de eerstvolgende, zetten we weer een vaste. En zo doe je de binnenhoeken. Dan sla je de hoek in principe over en dan ga je met een vaste bij de volgende verder en dan krijg je een mooie hoek. Dus deze toer maak je zo helemaal af. Op de hoeken sla je dus de hoek over en dan ga je met de volgende steek ook een vaste. En als je op het eind van deze toer bent hier, dan hechten we hem af en dan gaan we aan de poncho beginnen. En dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de halsopening van de
zomerponcho. En deze sluiten we weer met een halve vaste. En we knippen de draad af. Dan zijn we met het bovenstuk helemaal klaar. Kijk, ik zal het even zo goed mogelijk gaan filmen. Je hebt dus mooie randen. Hier kan je nog, dit is de halsopening. En als je de poncho gaat maken, dan draag je hem in een punt. En we gaan nu met de eerste toer beginnen van de poncho. En dan pak je weer de witte draad die je hier nog hebt laten aangelaten. Maar ik zou eerst eventjes alle draadjes gaan afwerken. En dat ga ik nu ook doen. En dan pakken we met de witte draad de eerste toer van de poncho. En dan zie ik je zo weer terug. We hebben nu de hele bovenkant afgewerkt. Alle draadjes zijn weg en we hebben de witte laten hangen. Nu pak je weer de goede kant van het werk naar je toe. En we steken gewoon in een opening van een steek. We halen de draad op en we zetten 3 lossen. 2, 3. En we gaan nu in elke steek een stokje zetten. Dit is de eerste toer van de poncho en op de hoeken gaan we, hier gaan we 2 stokjes, 2 losse, 2 stokjes in de opening zetten. Maar als we bij de hoek zijn, dan zie ik je weer terug. We zijn nu op de hoek en dan zetten we nog 1 stokje op de voorgaande steek. En dan op de hoek zetten we in de opening 2 stokjes. Twee lossen. En met 2 stokjes. En dan is dit de hoek. En die loopt straks helemaal door. Iedere hoek ga je zo doen. En nu ga je weer verder met op elke steek, voorgaande steek, een stokje. En als we op het eind van de toer zijn, dan zie ik je weer terug. We zijn nu aan het einde van de toer van de stokjes. Even de toer nog afmaken. Eventjes, het is een beetje lastig, maar we komen er en we sluiten de toer hier bovenaan, maar ik pak altijd gewoon deze opening met een halve vaste. Dan gaan we weer 3 lossen en nu gaan we een losse doen, dus we pakken nog 1 losse en dan gaan we een stokje. En dan slaan we 1 stokje over. Een losse. En we slaan 1 stokje over. En in ieder tweede stokje
zetten we een stokje. Slaan we over. En dit wordt de tweede toer van de poncho. En als we op deze hoek weer zijn, dan zie ik je weer terug. We zijn nu op de hoek. En dan gaan we nog één lossen. En één stokje overslaan. En nog een stokje. En dan lossen. En nu zijn we op de hoek. En dan gaan we twee stokjes weer inzetten in dezelfde opening. Weer twee lossen en dan weer twee stokjes. En dan hebben we de hoek weer gehad en dan één lossen. En dan slaan we weer, ja dan beginnen we hier met een stokje. Eén lossen en we slaan weer één stokje over. We pakken het tweede stokje. Zoals je ziet, het garen splijt een beetje, maar als je een beetje op gang bent, dan is er niks aan de hand. Nu ga ik te ver, ik moet eentje overslaan, één overslaan en één stokje. En dit is toer 2, ja dit werken we nog later wel af. Toer 2 is dus een stokje, een losse, een stokje en een stokje overslaan en in de hoeken twee stokjes, twee losse, twee stokjes en weer een stokje, losse, een stokje en losse. En op het eind van de toer zie ik je weer terug. We zijn aangekomen op het einde van toer 2. Die sluiten we boven in de lus met een halve vaste, dan weer drie lossen voor toer 3 en dan gaan we samengehaakte stokjes maken. Dus je slaat om, je steekt in de opening, je haalt je draad op, je doet ze door 2, dan nog een keer omslaan, insteken, draad ophalen, weer door 2 en dan nog een keer door 2. Heb je 4 lussen op je haaknaald. Nog een keer draad omslaan en dan doe je ze alle 4 tegelijk en dan nog één vaste. Dan kom je bij de volgende opening. Daar doe je weer 3 samengehaakte stokjes, dus 1, dus 2. Drie. Heb je weer 4 lussen op je haaknaald en dan gaan ze weer door alle 4 de lussen en dan nog een vaste, halve vaste.
Deze toer maak je helemaal met samengehaakte stokjes. Dus 1, 2, 3, 4 lussen op je haaknaald, door 4 en weer een half stokje. Of een halve vaste, sorry. Dan weer. 1. 2. 3. En dan ga je weer door. 4 lussen en een halve vaste. En zo maak je deze hele toer af. En dan zie ik je hier op de hoek. Zodat we weer even de hoeken samen kunnen maken. En we zijn nu aangekomen op met de samengehaakte stokjes toer, dus de derde toer. En dan zetten we even hier in dit laatste stokje een gewoon stokje. En in deze opening weer 2 stokjes. Twee lossen. En weer 2 stokjes. Dus dan heb je weer die hoek. Dan gaan we even hier op de tweede stokje nog een stokje zetten. En dan nog een losse. En dan beginnen we weer met de samengehaakte stokjes. Er zijn er 3 in de opening. Totdat je weer 4 lussen op je haaknaald hebt. En dan haal je die door alle 4, dan een vaste en nog een losse. En dan ga je weer verder met deze toer. Dan komt het er zo uit te zien. Wil je iets meer ruimte, heb ik er nu nog een losse tussen gezet. Anders komen ze iets te dicht op elkaar, de samengehaakte stokjes. Dus het is een toer met samengehaakte stokjes, een vaste, een losse en dan weer samengehaakte stokjes, een vaste, een losse en dan weer 3 samengehaakte stokjes. En dan zie ik je op het eind van de toer hier weer terug. We zijn nu aangekomen op het einde van de toer van de samengehaakte stokjes. We moeten in deze opening nog 1 keer 3 samengehaakte stokjes doen. 2, 3, dan heb je 4 op je lus, je trekt het door, je zet hem vast en je doet 1 losse nog. En die zetten we hier weer bovenin vast met een halve vaste. En dan gaan we nu weer met een ander kleurtje beginnen. En ik heb nog 3 bollen van deze zeegroene. Dan maak je een lus. Deze knip ik heel even af, dan beginnen we met de zeegroene. Zo.
Voordat we met de zeegroene beginnen, wil ik even het resultaat laten zien. Dus ik leg even het werk plat. En je hebt nu al een heel mooi vierkant. En dan straks wordt dit zo midden voor. En hier ga je nu met zeegroen beginnen. Ja, je mag aan deze kant weer beginnen. Dan kan je deze draad meehaken. Dus we hebben al een lus op de draad gezet. We steken door, we halen de draad op. En we zetten hem vast met een halve vaste. Dan haal je je draad, die haak je nu mee. Dus die leg je aan de linkerkant van je werk. En je zet 3 lossen op. En die tellen mee als een stokje. Dus we gaan in deze opening, gaan we weer samengehaakte stokjes maken. Dit is 1. Dit is 2. Drie. Dan heb je weer 4 lussen op je haaknaald. Dan trek je die door. Je zet het vast met een halve vaste. En je doet nog 1 losse. Dan neem je je draden mee. En je gaat weer in de opening tussen de samengehaakte stokjes. Weer samengehaakte stokjes maken. Dus weer 3 samengehaakte stokjes. En je doet je draad door 4, je zet hem vast en nog een losse. En je draadje neem je lekker mee. Tot je 4 lusjes hebt. En dan heb je 3 samengehaakte stokjes. Je zet hem vast en een losse. Ik neem de draad nog 1 keer mee en dan knip ik hem af. Kijk, en dan heb je de draad mooi meteen afgewerkt. Deze toer maak je helemaal af. En de hoeken doe je hetzelfde als met deze voorgaande toer. Die laat ik nog even zien hoe je dat doet. Je zorgt in ieder geval, kijk, als je hier te ver af zit, dan zet je hier nog een stokje bij. Je zorgt in ieder geval dat je op de hoeken 2 stokjes, 2 losse, 2 stokjes hebt. En dat is op het einde van de toer, als je deze klaar hebt, dan zie ik je weer terug. We zijn op het einde van de toer van de samengehaakte stokjes. Deze toer sluiten we met een halve vaste. Dan weer 3 lossen. En dan gaan we in die grote lus hier 1 stokje zetten. En we gaan in de opening 1 stokje zetten. En weer in de lus, even omslaan natuurlijk, een stokje. En weer in de grote opening een stokje. En deze hele toer wordt een toer met stokjes. Ik zal even laten zien waar je in moet steken. In deze steek, omslaan, insteken, door 2,
door 2 en dan weer in de gewone grote opening en dan weer 1 stokje in de grote lus. Zo maak je de hele toer af. En als je met de toer klaar bent, dan kan je deze sluiten hierboven met een halve vaste en dan ga je weer alles herhalen. Dan pak je deze toer van een stokje een losse, een stokje een losse en daarna pak je 2 toeren met samengehaakte stokjes en zo ga je verder tot je een gewenste lengte bereikt hebt. En je kan zelf de kleuren bepalen, dus als je zegt ik wil een ander kleurtje of je hebt weinig wol of veel wol ergens van, dan kan je mooi de wol mee opmaken. Dus het is 4 toeren stokjes, een stokje losse en 2 toeren met de samengehaakte stokjes en dan ga je weer de toer herhalen met de stokjes en zo ga je verder met de poncho en ik zie je op het einde terug. We zijn nu op het einde aangekomen van de zomerponcho en ik heb er nog een kleur bij gehaald. Ik ben zelf nogal gek op roze en ik vond het heel mooi om er nog een band in te maken van roze. En de laatste toer, en het blijven gewoon de herhalingen, stokjes, een stokje losse en samengehaakte stokjes en nog een toer samengehaakte stokjes. En dan begin je weer opnieuw met de toer met stokjes. En ik heb wat roze bijgehaald. En mixed cotton van de HEMA kan je gewoon bestellen op de site. En de lichtroze. Dus die 2 kleurtjes heb ik erbij gekocht. En ik ben nu met de laatste toer bezig. En de laatste toer houd ik aan stokjes. Want als je de stokjes gebruikt, dan kan je daarna nog altijd nog een randje eraan zetten, wat je wil. En we zijn nu aangekomen op de laatste toer. En de laatste toer houd ik stokjes aan, zodat je altijd nog een andere rand eraan kan zetten. Maar je mag ook eindigen met een andere toer, wat je zelf leuk vindt. En ik heb nog wat, zoals je ziet, roze rand erin gezet, want ik ben zelf nogal gecharmeerd van roze en ik miste gewoon mijn kleurtje erin. Dus ik heb op het eind, kijk hier begin je met de, hier heb je de mooie grannies en dan heb je de toeren, gewoon stokje, ik zal het even nog beter laten zien. De toer met stokjes, stokje losse en een toer met samengehaakte stokjes en nog een toer met samengehaakte stokjes. En deze blijf je herhalen en welke kleur je ook gebruikt, je blijft de toer, stokjes, stokje losse en samengehaakte stokjes herhalen. En ik ben dus aan het roze nog begonnen. En ik heb de mixed cotton. Kijken of ik het zo kan laten zien, van de HEMA nog gehaald en nog een leuke fuchsia kleur. Nu gaan we dus de laatste rand maken en de laatste rand is gewoon nog met stokjes en dan zijn we klaar met de onderkant van de poncho en dan beginnen we dadelijk aan de halsopening en nu eventjes het einde en die sluiten we hierboven met een halve vaste. En dan knip je de draad af. En je kan de draad ook afhechten door elke keer de draad met je haaknaald op te halen en doorsteken en ophalen en doorsteken
en ophalen. En dan is je draad ook afgewerkt. En dan ga ik nu even de camera optillen om te kijken of ik het geheel kan laten zien. Dit wordt dus de zomerponcho. Nou, ik zal nog een paar foto's maken om alles te laten zien. Maar we gaan nu beginnen aan de hals. Dus we leggen nu het werk recht voor je. En dan gaan we de hals nog een rand in maken. En dan pak ik nog eventjes de zeegroene. En dan, ja, je pakt gewoon een steek op. Je haalt hem door. En je zet hem vast met een vaste. Dan ga je 3 lossen. En dan zit je in elk stokje, of in elke vaste, een stokje. En dit ga je vervolgen tot de hoek. Tot de hoek en dan zie ik je weer terug. En we zijn aangekomen op de hoek. En op de hoek zet je een half stokje. Dus je zet gewoon in elke steek een stokje. En op de hoek zet je een half stokje. En dat is door 3. En dan ga je weer in elke steek een stokje doen. Dus gewoon in elke steek een stokje en op de hoek hier, op de hoek zet je een half stokje, dat je de hoek behoudt. En als je weer klaar bent op het eind van de toer, dan zie ik je weer terug. We zijn nu bijna op het einde van de toer. En op de hoek hier zetten we nog een halve vaste. En nog een vaste, of een gewone, sorry, een stokje. En ik vergis me, dit is gewoon een half stokje. Op de hoek een half stokje. En dan sluiten we de toer. En dan gaan we met een ander kleurtje verder. Want het is ook mooi als je van de kleur terug laat komen die je in de band onder hebt gezet. Dus onderin hebben we die mooie, ja, ik vind hem mooi. Zullen we het zo zeggen, een roze rand, maar je kan alle kleurtjes gebruiken die je wil, hè? En dan ga je weer 3 lossen en nog een losse, omdat je nou dadelijk een stokje, een losse, een stokje doet en je slaat 1 stokje over, dus weer een losse. Je slaat 1 stokje over en weer een stokje. Je slaat 1 losse over en weer een stokje. En zo gaan we de hele toer af. En ik kom terug bij je als we bij deze hoek zijn weer. We zijn nu bij de hoek aangekomen en we hebben nog een stokje en een losse gedaan. Dan slaan we 1 steek over en we hebben nog een stokje en dan is dit de hoek van het halve stokje.
En daar gaan we langs heen, want we gaan gewoon nu bijna in het rond haken. Dus we zetten nog een losse en we slaan die hoek over en dan gaan we de steek na de hoek pakken. Dus je in principe ga je gewoon door met je patroon van een stokje losse en ook bij de hoeken. Dus op het eind van de toer zie ik je weer terug. En we zijn nu aangekomen op het einde van de toer van de stokjes en de losse. En nog een losse. En dan zetten we deze weer vast met een halve vaste. En dan hebben we de hals, zeg maar, met stokjes en losse nu klaar. En nu gaan we met 3 losse de volgende toer. En de volgende toer is drie halve stokjes en die haakjes samen. Ik zal het nog even rustiger doen hoor. Door 2 insteken, door 2 halve stokjes, door 2 halve stokjes, door 4. En nog een losse en nog een losse. En dan krijg je deze. Maar die heb je al de hele poncho gemaakt, dus die kan je. En op het eind van de toer zie ik je weer terug. We zijn nu aangekomen op het einde van de toer met het roze. En we gaan dadelijk met het fuchsia verder. We sluiten de toer hier bovenin met een halve vaste. We knippen de draad af. En nu ga ik het even netjes neerleggen, zodat je een beetje kan zien hoe de halsopening wordt. En omdat het een poncho is, die valt ook zo. De camera optillen, dan kan ik het beter laten zien. En nu ga je de kleurtjes pakken van de onderkant van de poncho. Dus aan het roze ga je nog een toer samengehaakte stokjes in het fuchsia. Dan een toer witte stokjes. En dan ga je hem even passen om te kijken of die goed valt over je schouder. Zeg jij hem mag hoger, dan ga je gewoon nog verder met deze twee kleurtjes. En dan eindig je met het zeegroen. En dan zie ik je op het einde weer terug. We hebben nu de bovenkant met roze, fuchsia, wit, weer roze met stokjes en losse en samengehaakte stokjes gedaan. En de laatste rand is met zeegroen. Omdat de boord wel wijder uitviel, heb ik om de boord iets langzamer toe te laten, of ja, strakker toe te laten lopen, heb ik in plaats van 3 samengehaakte stokjes hier 2 samengehaakte stokjes gehaakt. En hierboven heb ik nog een gezellig wit randje aangehaakt met een hele andere soort wol. Dat is deze. Gewoon een eurobol. En aan de onderkant precies hetzelfde. En die zal ik nu even voordoen. Je pakt dus
weer de goede kant van het werk. Je zet je haaknaald in een laatste stokje, je haalt je draad op, je haalt deze door twee lussen, dus een vaste, dan zet je er drie losse op en in die eerste losse, daar zet je je haaknaald weer in, je haalt hem op de lus en je haalt nog een keer je haaknaald of je draad op en je haalt hem door twee. En dan ga je dit weer iedere keer herhalen. Je zet een vaste, drie losse, doorhalen en nog een vaste. En zo maak je dit randje van de onderkant af. En dan krijg je deze, ja, bobbeltjesrand. En dit is dus het eindresultaat, want als je het afmaakt en je legt hem netjes voor je neer, dan is de poncho klaar en hij is echt heel leuk geworden door de leuke kleurtjes. Door het roze bij. Je hebt dus nodig, ja, een bolletje geel. Ik heb 4 bollen zeegroen gebruikt van de Hema en 2 bollen lichtroze en 1 bol fuchsia. En op het laatst voor het randje 1 bol een eurobol en dan krijg je echt een heel gezellige leuke rand eronder. Je kan nog hierboven aan die hals hier kan je nog een koord doormaken en het koord laat je los en dan komen daar vlosjes aan. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken en ook de abonnees, ben ik echt heel blij mee. Graag de volgende keer, als je deze video leuk vindt, duimpje omhoog. En hieronder staat mijn foto, daar kan je op klikken om te abonneren. En je krijgt dan nog veel meer leuke haaksteken. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Dankjewel.